Sarah de Vries is bij deze ook bij de herdenking aanwezig vandaag. Welk verhaal komt u hier vertellen? Ik kom het verhaal vertellen van de Joodse gevangenen die tijdens de Holocaust op deze plek, waar we hier nu staan, gevangen hebben gezeten. En de mannen die hier vandaan zijn gedeporteerd om vermoord te worden, om het feit dat ze Joods waren. En twee van die gevangenen waren mijn oom en mijn neef, ome Piet Gans en zijn zoon Philip. En dat verhaal kom ik vertellen. Ik blijk op één manier na nog de enige levende nabestaande te zijn van al die mannen die hier gevangen hebben gezeten. En waarom vindt u het zo belangrijk dat dit verhaal en deze herdenking blijft bestaan? Kijk, de Holocaust, de Shoah, die is geweest. De mensen zijn dood. Maar ik vind het heel belangrijk, want de Holocaust is uniek geweest in zijn soort, dat het verhaal verteld blijft worden, mede als waarschuwing voor de toekomst. En omdat de jeugd de toekomst heeft, kom ik ieder jaar hier op de christelijk-protestantse basisschool De Bron mijn verhaal vertellen. En dat kan ik omdat er gelukkig door de buren van familie Gans in Amsterdam spulletjes bewaard zijn gebleven. En op een gegeven moment zijn die weer bij mij in bezit gekomen. En met die spulletjes kan ik aantonen dat de oorlog, de Holocaust, dus de Jodenvernietiging, echt heeft plaatsgevonden.